keer in vervoer. Ja. Ja, met misschien iets meer specialiteit. Een beetje belangen. Ja, ik ben belangenbehartiger bij de ANWB. Ja. Ja. Dus als ANWB proberen we onze leden goed te voorzien van goede voorzieningen. Ja. Ja. Dus er komt ook nog een stuk communicatie. Heel veel, ja, communicatie. Doordat fietsers elkaar tegenkwamen, ik dacht, nou, dat is wel aardig om een clubje op te richten en op die manier de belangen van de fietsers eens wat beter in beeld te gaan krijgen. En dit waren, dus wat ik zeg, vrij jonge gasten. Er zitten ook nog een beetje wielrenachtige activiteiten aan van die beginnende vereniging, dat kun je aan dat type wel zien. Maar je moet je niet vergissen, het waren allemaal vrij elitaire jongens. Van gegoede kom af. Zo'n fiets waar je toen op reed, die kostte ongeveer een jaar salaris. En dat deed dus niet iedereen zo. Maar ja, de wegwijzering dat was in het begin alleen voor fietsers, maar dat werd al vlot voor die auto's die, wat je net terecht zei, rond de eeuwwisseling, rond 1900, die eeuwwisseling rond tevoren, toen die het land in kwamen. En de auto's die begonnen dus ook voor de ANWB toen al belangrijker te worden. Nou ja, als je nog eens even door je oogharen naar die rollen kijkt, dan is er echt wel een heel grote verandering binnen zo'n organisatie als de ANWB als belangenbehartiger te bespeuren. En in deze tijd zijn wij nog steeds zeg maar netwerken. Wij proberen nog steeds de mening van leden los te weten. Alleen gebeurt het op een andere manier. De hele handel. Wat meer dan een rijprobleem is misschien nog wel een parkeerprobleem. Oké, dus waar ik het even vooral over heb is die enorme stijging daar. Maar je moet je er niet voor kijken, want ook in die eerste jaren, dus vanaf 1900, toen had je zeg maar 200 auto's in het land. 200 auto's, hoor je het goed? 200. En dat is daarna natuurlijk ook vlot gestegen. En op die grafiek zie je het niet, maar voor die tijd was dit natuurlijk ook een enorme stijging. Wat je met al die auto's aan moest, met alle aspecten die eraan vastzitten. Van onveiligheid bijvoorbeeld. Hè. Want wij, ik weet niet of jullie dat weten jullie vast ook wel, dat er in 1972, toen was er een enorme piek in het aantal verkeersdoden in het land. Iets van 3200, meen ik. Maar er zat een enorme piek in 1929. Toen vielen er in dat verkeer van toen, hè, dus met 70.000 voertuigen, toen vielen er al 900 doden in het verkeer. Nou, en dat is echt een enorm aantal als je het vergelijkt met hoe dat nu is. En hoe de ontwikkeling van het verkeer en vervoer is geweest in de tussentijd.